start over 20 seconden. Deelnemers, start vrij. Start vrij, dames en heren, voor de tweede koers. De Royal Ascot-prijs, nummer 1, Certo Certius met Jaap van Rijn. De 2, Bizar Zandbergen, Rob van Toor. Nummer 3, Dindian Prince, Frans de Blonk. De 4, Zoefha, Gerard Smit. De 5 is Sessa met John Dekker. Nummer 6, Blanc Leblanc, Marc de Jong. Nummer 7, Hugo de Verge met Ruud Pols. En 8, Andrea Starlik, Rick Wester. Paard achter de auto. Nog 200 meter tot het startpunt. ...100 meter. 50 meter. 30 meter. Start gevallen. Paarden zijn gestart voor de tweede koers. En na de start heeft Certo Certius vanuit positie 1 de leiding genomen. Certo Certius leidt. Aan de buitenzijde komt Soefha naar voren. En aan de binnenzijde Bizar Zandbergen. Dat zijn de leiders in de openingsfase van de koers. Als we aansturen op de eerste bocht. Aan de buitenzijde daarvan zien we ook in de andere deelnemers de opmars maken. Bij het ronden van de bocht. En dat is Andrea Starlik. Paarden komen halverwege de bocht. Verder weg in het veld volgt dan Dindian Prince. Dindian Prince die wordt gevolgd door John Dekker met nummer 5 Sessa. Aan de buitenzijde zit dan Blanc Leblanc. En de paarden zijn in de rechte lijn voor de tribune. Kijkend naar de start van het veld ontwaren we daar nummer 7 Hugo de Verge. Paarden zijn halverwege de rechte lijn voor de tribune. En aan de kop zien we de nummer 1 Certo Certius met Jaap van Rijn in de blauwe kleuren met de witte mouwen. Daarachter zien we met de witte helm in tweede positie opererend Soefha. De roze kleuren zwarte helm zijn Bizar Zandbergen. En daarachter zien we in zwart en rood Andrea Starlik. Die worden dan gevolgd door de wit-blauwe kleuren van nummer 5 Sessa. De buitenzijde van de blauw-rode kleuren van nummer 3 Dindian Prince. Zo gaan we dan de laatste ronde in. En het oranje met zwart zien we de 6 Blanc Leblanc. En de donkerblauwe kleuren aan de staart van het veld nog altijd de nummer 7 Hugo de Verge. Zo zijn we half koers, 1000 meter van huis in de Royal Ascot. D-prijs. En is het nog altijd Certo Certius die leidt. Certo Certius die leidt met anderhalve lengte voorsprong. De tweede positie voor Bizar Zandbergen. Maar daar komt de aanval van Andrea Starlik. Andrea Starlik gaat naar een tweede plaats. Anderhalve lengte achter de koplopers zien we dan Zoefha. Die gevolgd wordt en nu ook gepasseerd door Sessa. Sessa gaat naar een duidelijke vierde plaats. En ook Marc de Jong die probeert met Blanc Leblanc een plaats te verbeteren. Paarden zijn einde overzijde. Naderen de laatste bocht met Certo Certius nog altijd te leiden. Op de tweede plaats nu Andrea Starlik. En dat lijkt de stalker van de leider. Daarachter volgt dan Bizar Zandbergen die geflankeerd wordt door Sessa. De twee koplopers die proberen elkaar het leven zuur te maken van kop af. Zagen we aan de nummer 1 Certo Certius. Maar die krijgt het gezelschap van Andrea Starlik. En in hevige strijd verwikkeld komen ze als eerste de laatste rechte lijn in. Aan de binnenkant is het Certo Certius. Aan de buitenzijde Andrea Starlik. Moeilijkheden voor Bizar Zandbergen. En die wordt uitgeschakeld. En de paarden zijn in de laatste 200 meter aan de buitenzijde komt Sessa nu naar voren. Maar de leiding wordt overgenomen door Andrea Starlik. Sessa gaat naar de tweede plaats. En daarachter komt ook nog Blanc Leblanc naar voren. Maar het is Andrea Starlik met Rick Wester die het hier gaat winnen. Andrea Starlik is de winnaar op de tweede plaats. Sessa. De derde plaats is voor Blanc Leblanc. Vierde wordt er nog Hugo de Verge. En verder weg dan Certo Certius. Gevolgd door Soefha en Dindian Prince.